Soester Kwartier, een volkswijk aan de westzijde van Amersfoort. Een bijzondere wijk waar families van generatie op generatie wonen en de verbondenheid met elkaar groot is. Het is hier voor mij bijzonder prettig om hier te wonen, want ik heb hier ook mijn werk, dus ik ken een hoop mensen. Een wijk met veel actieve verenigingen die het leven kleur geven. Het Soester Kwartier kampt met een hoge werkloosheid. 1/3 van de inwoners is laag opgeleid. 25% van de jongeren verlaat de school zonder diploma. 13% van de gezinnen maakt gebruik van 4 of meer regelingen. Van schuldhulpverlening tot hulp bij het opvoeden. Samen met het wijkteam proberen deze gezinnen weer grip te krijgen op hun leven, om zo op eigen kracht de problemen aan te kunnen. Een van die gezinnen is moeder Samira en haar zoons Hussein van 15 en Ashraf van 17. Niet, ze geeft niet serieus met de tijd. Oh, zo tijd moet ik de deur uit. Moet ik... Nee, ik moet voor alles zorgen. Dat vind ik erg moeilijk. Ik moet iets doen. Ik heb recht naar mijn huisarts gevraagd. Op advies van de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk vraagt Samira hulp bij het wijkteam. Nou, als wijkteam proberen we verschil te maken voor de mensen die hulp nodig hebben. En we weten allemaal dat het de zorg goedkoper moet. En wat we willen doen is om in deze experimenteerruimte ook echt te gebruiken om het ook efficiënter en effectiever vorm te geven. Ik heb mensen in mijn team, oude mensen, jonge mensen, mannen, vrouwen. Mensen, een Marokkaanse jonge man, een Turkse vrouw. Ik heb hier iemand die komt uit het Soester Kwartier zelf. Die spreekt precies de taal van de mensen hier. Wat ook heel goed werkt is onze systemische aanpak. En dat betekent eigenlijk dat als we ergens op de bank zitten en dan betrekken we eigenlijk iedereen van het gezin en soms ook van de familie. Het Soester Kwartier is echt de volkswijk. Oma woont aan de overkant. De ex-man woont een aantal straten verderop. We kunnen iedereen erbij betrekken. En iedereen ook kijken wat voor rol kan die spelen in een mogelijke oplossing, eigen kracht. Het wijkteam komt 2 keer per week bij elkaar in een teamvergadering. Gezinnen die hulp vragen worden besproken en gekoppeld aan de expertise van een van de teamleden. Mevrouw S. wordt aangemeld. Het is, Samira is een alleenstaande moeder met 2 zoons van 15 en 17 in de puberteit. Beide hebben een stoornis in het autistische spectrum. Ze maakt zich zorgen over hoe het op school gaat en ze wil graag tips ontvangen hoe zij haar zonen kan helpen. Dus mijn vraag is, wie zou de opvoedondersteuning van de moeder op willen pakken? Dat wil ik wel doen. Harma gaat op huisbezoek en maakt samen met Samira een plan. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. We hebben samen een begeleidingsplan gemaakt. Samira heeft daarin haar vraag gesteld, wat moet ik doen met mijn jongens? En die vraag hebben we letterlijk overgenomen. We hebben aan haar gevraagd of ze een wens wilde uitspreken waar zij over 2 jaar met haar zoons wilde zijn. En die wensen hebben we omgezet in doelen. Op dit moment zijn we samen met Samira bezig met het trainen van opvoedingsvaardigheden. We doen dit door middel van het oefenen in rollenspellen. Samira kan dan haar eigen woorden vinden en kan zich goed voorbereiden als zij samen met haar zoons in een lastige situatie terechtkomt. Na 6 weken wordt de hulpvraag van Samira nogmaals besproken in het wijkteam. We zijn goed gestart met de opvoedingsvaardigheden, maar ik bemerk in het contact met de jongens dat ze echt een vaderfiguur missen. Harma vraagt om specialistische hulp voor Ashraf en deelt haar motivatie met het team. Het team besluit tot opschalen. Het inschakelen van specialistische hulp bij complexe problematiek. Dit kan bijvoorbeeld een kinderarts zijn, iemand van GGZ of verslavingszorg. Voor dit gezin wordt gekozen voor EFM Support Team. EFM is een instelling die begeleiding biedt aan mensen die leven tussen 2 culturen. Die onder andere al begeleiding hebben gehad van andere organisaties of instellingen. Maar waarbij de hulpverlening niet goed is aangeslagen. Adil is de begeleider van Ashraf. Onzekere jongen. Heel erg in zichzelf getogen, op de achtergrond. Eigenlijk een beetje onzichtbaar. Toen ik Ashraf zag, dacht ik van, ik neem jou de grote wereld in. Expres, bewust Ashraf printpapier laten gaan halen en hem laten vragen aan een winkelmedewerker hoeveel het kost.
puur om zijn zelfredzaamheid te vergroten. Ik begeleid Asaf nu in zijn huiswerk en het aanbrengen van structuur in zijn dagelijks leven. En ook vanuit school krijg ik dus het signaal van dat de mentor heeft gezegd van ja, ik zie een totaal nieuwe Asaf voor me. En dat is heel erg mooi om te horen. En nu? Hoe is het nu met Samira en Ashraf? Laat hem praten. Jij boos, dan ik laat hem gewoon praten. Ik wacht. Als hij rustig geworden, dan gaan we praten. Oog bij oog, kijk. Wat vindt leuk? Wat vindt hij niet leuk? Wat is de oplossing? Moet oplossingen zoeken. Waarom ben je boos? Niet nodig om te schreeuwen of zo. Een paar maanden geleden, sinds ik op de middelbare school zit, heb ik altijd heel veel ruzie met mijn moeder gekregen, omdat ik dan dat je dan altijd eerst school moest doen of huiswerk of gamen of met mijn vrienden rondhangen. Dat was allemaal niet zo heel duidelijk. En ja, had ik altijd met mijn moeder ruzie over. En dan heeft mijn moeder en ik nu even een duidelijke afspraak gemaakt dat ik eerst ga doen wat moet en dat ik dan ga doen wat mag. Ja, het positieve effect van het wijkteam in het Soesterkwartier is dat we in heel veel gezinnen al zien wat die werkwijze van het wijkteam dichtbij met zich meebrengt. Dat zie je bijvoorbeeld aan de manier waarop partners in de wijk met elkaar samenwerken en in die gezamenlijkheid een gezin ondersteunen. En dat levert uiteindelijk in de zorg heel veel voordelen op. Maar als dat nodig is, er ook specialistische zorg ingeroepen kan worden. En op die manier is het wijkteam een regisseur over die zorgvraag, blijft betrokken en denkt samen met de mensen na over wat het beste werkt.